ja. Nee, dat is niet, ik snap het wel. Ik heb een file van kracht en alles. Het maakt geluid en de tokkelt en alle bezoeken. Nee. Ja. Ik kan het wel begrijpen als je van een wijktheater houdt. Maar aan de andere kant heb ik ook van andere patiënten gehoord. Dat ze heel erg gezellig hebben met elkaar in de kamer. En als je dat ja. Ja. Dat ze wel samen gaan ontbijten. En, ja, je hebt natuurlijk, ze hebben ook een kijkertje hoor. Want daar zijn ook gordijntjes. Zouden die dan dichter moeten als je met z'n vieren ligt? Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon niet zo netjes dan. Nou, natuurlijk. Ik bedoel, veel mensen zijn in vijf die stellen op zichzelf. En iedereen doet dat ook al. Hoor in de andere kamer. Ja. Dus, maar kunt u toch niet proberen dat ik gewoon hier kan blijven? Dat zou toch wel veel veiliger zijn. Ja, ik zie er echt gewoon zo ontzettend op. Ja. Ja. Wat ik hoor, is dat ik dus niet leuk vind om naar de toestandskamer te gaan. Omdat je dan qua muziek en qua privacy, dat je dat niet echt prettig vindt. Nee. Ja. Ik ben absoluut niet op dat. Ja, zo dat vind ik niet. Oké. Ja. Wij hebben ook, we hebben ook bijvoorbeeld oordopjes wat je kan gebruiken om naar muziek te luisteren. En, oplossingen. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen, want ik geloof dat het niet helpt, hè, dat ik echt geen idee kan blijven. Nee. Dus
Nou, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wat bedoel je dan? Gelijk dan? Nee, ja, morgen moet je weer verhuizen. Ja. We moeten dan eerst even kennis maken vandaag of zo. Of goed. Zal ik met hem inpakken? Wat we dat doen. Ja, dus misschien kunt u mij even helpen met kennis maken dan. Ja, maar. Dan vandaag nog mee links zou kunnen gaan om de kamer kennis te maken. Ja, tuurlijk. Ja. Dat ik morgen dan alle spulletjes in mijn huis. Nou, kom nog even bij van de schrik. En als je dan kunt opzetten, dan kan ik dan. Als je een vraag heeft. Heb je niet vragen? Nee. Nee. Nou, dan ga ik. Nou, kom ik straks weer bij de terug naar huis. Dat wil ik zeggen. Tegen hem.
zag graag nu hoor, dat je dat zo op tijd hebt gekregen. Ja. Ja. Is een beetje voor jezelf bent en dan moet je zo en dan is ga je dat weer niet wel vertellen. Zo? Merk je het verschil? Mm-hmm. Ja. Ja, oké. Okay. Dit is een beetje lastig te verstaan, want dat is voor mij. Ja. Ja, ik heb het ook moeilijk verwacht. Omdat, ja, dat is natuurlijk niet leuk voor een patiënt. Als je het echt niet wilt en je moet dwingerig zijn. Van nee, je moet toch, dan lijkt je echt zo'n, een soort van moeder of zo. Van nee, je moet en dan, als je de patiënt geen eigen wil heeft. Ja, het is niet leuk voor de anders, voor de patiënt, maar ja, vanuit helemaal niet anders. Maar gelukkig is het geen liefde geworden ofzo. Van nee, je moet het negen wel niet nemen. Dus, Oké. Waarop was je gesprek zijn gegaan? Ja, ik weet niet. Want kan me bijzitten en zeggen, ik denk niet dat het dan goed is geweest. Nee, het is maar gewoon een stukje gedaan. Je hebt geleerd hoe het anders kan. Dit hoort er op dat moment gewoon geweest, maar joh. Ja. Zeker niet dat je gesprek gaat krijgen. Ja, nee, dat was gewoon. Dan schrik je om het hart dit jaar, of niet? Ja, ze noemen ze dat in de slaap, dan schrik je. En dan zie je zo, oh ja, ik heb het niet goed gedaan. Wordt echt een spiegel voor ja. Zullen we naar de volgende stellen, Ik had het wel nodig dat ze zo aandachtig luisterden in de sessie. Dat is niet het geval. Allemaal een beetje gebeuren ze of zo lief luisteren. Dus dat vond ik prettig. Ik ben niet zo van het drukken. Maar ik begreep ook dat ik niet nog meer mijn best kon doen voor die kamer. Maar misschien had ik toch iets meer in handen moeten krijgen, zodat ik het nog meer het nutte van inzag. Van waarom ik dan naar die kamer moest. En die kwam er dan op mijn kamer. Daar kwam het dan niet helemaal van. Waarom kon ik er dan niet blijven liggen? Zo. Ja. Ja. Maar ik moet je zeggen dat je wel een geduldige verpleegkundige is. Ik denk dat je wel een beetje pittiger zou kunnen optreden soms. Ja, dat zal je vast niet voor het eerst doen. Nee. Oké. Dan gaan we even naar de collega's. En daar is het reageren. Ja, ik kom misschien een beetje met. Dat klopt, het was wel een beetje vaag van iemand naar het ziekenhuis, maar ik wist ook niet dat ik dat wou weten waarom, zeg maar. Maar dat kon ik niet van de opmerken, maar dat heb ik dan niet naar gevraagd. En dat ik lief ben, dat is gewoon niet leuk vind voor u. Maar het feedback noem jij niet op de regio. Nee. Feedback moet je eigenlijk nooit op de regio. Dat zou niet. Omdat dat gewoon. Daar moet jij zelf iets mee gaan doen, maar dan moet jij niet naar de ander te vertellen waarom. Dat moet je ander helemaal niet vertellen. Misschien vind je het wel fijn om te horen of zo. Ja, maar dat hebben we niet. Het is niet dat ik in het tegenaan moet. Nee, dat is waar. B, Jayla. Vond ik zich wel wat ik zelf als je jezelf goed voorstelde. Maar ik vertelde niet echt wat het doel was van het gesprek. En ik vind het wel fijn om te weten in het gesprek. Want wil je nou met het gesprek bereiken? In het begin zag ik dat je houding stond wel naar achter. Maar ik vond je er wel gespannen uit in op een of andere manier. Maar ik weet niet, ik ben er nog niet achter aan wat het lag.
liet de mevrouw uitpraten, je luisterde ook. Dan gaf ze zelf ook als feedback, je luisterde. Maar ik vond dat je ook wel meer veel ja. Dus ik zei het alles aan je wel ja, ja, ja. En dan knikte je ook bij. En dat was ook iets dat ze iets vroeg aan jou. Of zei ze ook, kan ik hier niet bij? En toen knikte je ja en toen zei je nee. Ik dacht van, dat is een beetje, want het was echt een verbazing van ja, ik kan bij. Dus zei je nee. En toen zag ik een beetje aan de gezicht uitdrukken en dan zei ze, ja, dat was dan raar. Wij proberen ook wel te reflecteren op de gevoelens, maar het is niet echt heel gemakkelijk. Mag meer, als je iets ziet, mag je het gewoon benoemen. Denk je dat je het echt dat je niet hebt gedaan. Als je iets zag, dat je dat gewoon kan zeggen en dan ja, misschien niet zo snel te doen. Echt op ingaan. Ja. Volgens mij deed ik dat net ook, dat je er meer op in mag gaan. Dat je meer een gesprek met beter doet dan als je zegt ja en je knikt. Dat zag ik echt heel goed. Voor dat heb je ook wel tussendoor samengevat. Dat is kort voor jezelf, denk ik. Aan het begin een beetje. Ja. Wie zijn Erika die? Ja, mevrouw. Nee, want zijn je iets over kennis maken op de afdeling? Ook bijvoorbeeld, want dan had ik gewoon een beetje meer indruk van bij die mevrouw, omdat ze niet echt in een keer een soort van een diep wordt. Dat stelde die vrouw toch voor? Ja, dat is toch een beetje tegenop zat, dan had dat misschien toch wel een beetje weg. Maar de stiltes, die Jada volgens mij nog niet gezegd, die liet op zich wel goed die stiltes vallen, maar eentje die duurde echt heel lang. Ja. En uiteindelijk ging die mevrouw wel weer wat zeggen. En dan zei jij weer niks op, dus toen ging mevrouw, toen zei ze ook wel weer wat, maar dat ja, was een beetje ongelukkig. Ik zou me niet helemaal goed voelen. Ik denk dat jij ook zoiets had van wat moet ik nu zeggen? Ja, op geen moment. Ja, en mevrouw misschien ook wel, dus ja, dat was een beetje ongemakkelijk, denk ik. Ja. Hey, wat is dan die tip? Wat zou je dan doen in deze gesprek? Wat is die tip dan? Nou ja, ik zag een tip die had volgens mij zoiets van wat moet ik hier nu nog mee? Ik zou het bijna. Ja, dus je inderdaad dat ze het eruit moeten gaan, maar op dat moment kan ze. Ja, zij had denk ik iets meer gaan zeggen tegen mevrouw. Ik zou kunnen zeggen van nou. Ik vind dat er helemaal stil van ben. Ja, ja, inderdaad. Benoem maar wat je. Wat ook aan jou, jullie hebben het in de ijsberg geleerd. En jullie hebben ook geleerd dat je dan even mag benoemen wat er gebeurt in de interactie. Maar ook met wat er met jezelf komt. En er zijn er ook even stil van. Ja, precies. En daar is niks mis mee. Je ziet dat dan onderdeel, dat is de vraag. En ik ben daar ook even stil van. Maar dit is bijna een soort utopie om te denken dat alle emoties en alles wat er naar, dat je dat ook allemaal naar kan snappen en begrijpen. En weet je, hoe oud ben ik dit jaar in 17, 18? Oh jee, weet je, dit is mijn, als ik 23 zeg tegen, en dan zijn ze 17, en als ze 17 zijn, dan denk ik, mijn excuus niet, ja. Maar op die jonge leeftijd, en dan zeg maar dus, zet jezelf ook niet onder druk door te verwachten dat je ook maar al die emotie nou weer. Oh, die ervaring heb je gewoon nog niet. Dus dan is er niks mis mee om te zeggen van god, daar ben ik ook even stil van. Ik vond het als patiënt prettig om zo even stil te zijn. Ik ben gewoon een stille patiënt. Dus ja. Ik vond het heel fijn om stil te denken en te. Ja, fijn. Ja, dus vanuit. Echt. Vanuit de aansluiting was niet. Dus even gewoon zeg maar als tip, zeg maar, wat kan je dan doen? Op het moment dat je er stil van bent en je weet het en je denkt, goed, ben je stil van. Ben je stil van? Dat is mooi. Dan zit je op interactie in ieder geval, wat ik hier jullie uitgelegd heb. Ja? Lisa?
Ja. Ik heb wel gezien bij het reviteren van gevoelens. Je hebt wel één keer gezegd, ik zie, maar ik weet het, ik heb alleen ik zie opgeschreven, dat is jammer. Maar toen heb je wel gezegd, ik zie dat u... Dat u het niet zo leuk vindt. Dat u het niet zo leuk vindt. Dat was eigenlijk de enige keer, ja, toen heb je het wel goed gedaan. Maar Jacob zei dat je voor de rest heel weinig hebt gedaan, want op een gegeven moment was mevrouw ook best wel in paniek en toen zat je weer alleen maar, ja, toen zat je te knikken. En toen had je er wel even iets verder in kunnen gaan, misschien ook kunnen zeggen van ik zie dat u ervan in paniek raakt. En hoe komt dat dan? En, want toen had, zeg maar, dat Huub aan het eind erbij kwam zitten, daardoor kwam je veel dieper erin en vertelde mevrouw van ja, maar ik ben misschien ook wel een beetje mensenschuw. Misschien als jij op dat moment dat ze in paniek raakte al op haar gevoelens in kunnen gaan, zodat ze toen al, ja, ik denk dat ze toen meer had gaan praten. Dus dat is wel heel belangrijk dat je meer op die gevoelens ingaat. Ja, ja, precies. Ja, meer meepraten, dus als je iets zegt, dan heb ik dan gezien dat je dan ja zegt en dan probeer je weer een nieuwe vraag een vraag te stellen. Als je iets anders te zeggen, dan gaat niet echt mee met elkaar. Dat is wel belangrijk dat je is zo'n soort intern, is een soort, zo'n soort intern intergesprek waar je moet vragen of ja. Moet ik dan vragen, oh nee, dat is de volgende vraag, dit is dan, toch? Nou, eigenlijk probeer ik gewoon zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Ja. Om dan zo. Maar wat vraag je dan? Nou, dat probeer ik. Ik zie je weinig doorvragen. Ja. Ik zie je weinig handvatten die de patiënt geeft en ook gebruikt. Ik zal ze wel nog wel even, maar als je niet hebt laten. Ik herken dit, want ik heb voorbeeld. Laat nu eens even afmaken, dan mag jij een herkenning. Oké. Nou, ik vond wel heel goed dat je tussendoor hebt samengevat. Alleen jammer dat je het aan het eind niet meer hebt gedaan. Als je wel even kunnen doen nog. Nou, Erika vond het heel goed. Ik vond het ook wel een goede oplossing dat je kennis gaat maken bij de, op de andere kamer. Maar ik denk, ja, normaal moeten wij altijd oplossingen bij de patiënt gaan vragen. Dus misschien dat je ook aan de patiënt kunnen vragen. Volgens mij heb je dat wel één keer gedaan. Van wat vindt u dan, wat zou u fijn vinden om u voor te bereiden op dat u naar die andere kamer gaat? Misschien dat we er wel zelf mee gekomen. Dus misschien moet je meer aan de patiënt vragen wat haar oplossing zou zijn, in plaats van zelf met oplossing kunnen. En dat was het voor mij. Nog alleen aan verder. Nou, ja, ik herken dit stukje dan van mijn gesprek, want ik had vorige week wat gesprek. En ik had ook zoiets ongeveer, ik had van een vrouw die naar huis moest. En die wilde dus ook niet weg. En, maar ik liep helemaal vast. Maar wat toen, wat Bertien toen mij als tips had gegeven, was gewoon ook vragen van inderdaad van zijn er nog veel meer onderliggende dingen dat ze niet willen. Gewoon, en dat gewoon, ja, dat kan je gewoon rechtstreeks vragen. En ook dat je bijvoorbeeld even een papiertje erbij pakt en dan gaat vragen van nou, wat zullen de voordelen ervan zijn? Dat ze toch nog even positieve dingen ervan krijgt van oh ja, nou dat is ook wel zo en zo. En dat kan wel positief zijn en zo. Dat je daar nog iets op zoek naar gaat. Oké, okay, mooie tip. Die heb je aan die slaan blijf je even herkennen. Oké. Tiziana, het eerste moment heb je van mij gekregen dat staat op de band. Dat is omdat ik zag dat je gewoon niet door wilde pakken. Want ons vader zoiets, denk ik, van laten we even niet doen. En het grappige was toen ik tegen jou zei van Tiziana, je moet gewoon de boodschap vertellen zoals die is, dat je daarna wel hebt laten zien. Dat je dat dus gewoon kan vertellen, gewoon van een gaat aan vier persoon staan. Dus waar je dan tegenop ziet is me niet duidelijk. Wat er van dingen dan allemaal hier afspeelt is me ook niet duidelijk. Ja, maar ik ben echt gefocust hier en ook daar zo. Dan denk ik, ik moet dat wel. Ja, je bent drie, ongeveer van 10 dingen tegelijk aan doen volgens mij. Ja. 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 En de niet. Ja, maar ik heb niet echt een over dit. Nee, je bent dan uit het gesprek. Je bent of hier, ja. Of daar, of in je eigen gesprek. Hou de aandacht maar gewoon bij het gesprek. Dus dat is helemaal duidelijk. Okay. Wat mij, wat ik even voor jullie, wat ik zeg maar aan het einde even heb gevoeld is, dat ik, toen ik jou hier zag staan, zeg maar aan het begin om over je leerdoelen te vertellen, dan staat hier een heel ontspannen Tiziana. Die gewoon makkelijk uit de woorden komt, die vertelt wat ze leren, die is hier een beetje veel. En als ik dan hier zie, dan lijkt het alsof alles wat daar stond,
alsof het niet helemaal weg is. Ja. Dat zei jij toch, dat je dat zeg ik. Maar dat zien we altijd bij Titi. Tenminste, de vorige keer met jouw gesprek, al natuurlijk vorige kwartaal of kwartaal. Ja. Dan ben jij ineens een heel klein meisje, heel bang af. Terwijl je, normaal, als jij gewoon in de klas bent, dan ben jij gewoon stoer. Je stelt alles, je bent juist iemand die heel veel zegt. Heel veel vragen. Dan verander jij echt totaal. Dat als is heel ik mijn baan zou zeggen, dan zou ik zeggen, ik zou wel graag een beetje meer de bitch van Titi hebben. En daarin zeg maar het balans aan te brengen tussen dat je hard bent met een D voor de zakelijke kant. Mm-hmm. En dat je hard bent met een T voor de menselijke kant. En die laatste, die heb je. Die heb je ook. Maar jij gaat mij mee als leerling, ik wil discussie vermijden. En ik krijg de dreiging dat jij zegt, nou zoek hem toch alsjeblieft wat je dat is heel. Want nu word ik heel timide en word ik heel klein. En gelukkig sluit dat, bij deze patiënt sluit dat goed aan. Maar je haalt jezelf, je haalt je eigen kracht onderuit. Ja. En dat is zonde. En dan krijg je inderdaad dat je ja. En ik heb het idee dan, als het effect op mij is, dat je eigenlijk niet zo goed weet wat je dan moet zeggen. En ja, dat is exact idee dat ik doe. Ik moet lief zijn en ik moet aardig zijn, want ik wil niet in discussie. Zou ik liefst misschien wel zeggen, nou, dat wil ik ook wel zeggen. Zoeken naar balans daarin. Inhoudelijk. Of vanuit zeg maar, wat ik inhoudelijk heb gezien, en daar kan je wel scherp op zijn. Dus wat ik zie hier namelijk wel gevoelsreflecties, ik heb die gevoelsreflecties wel gegeven, ik heb die aanhoorzaken, waarom wilt u dat niet? Oké, muziek. Bij muziek kunt u ontspannen? Ja, dat kan ik. Oké, hoe stelt u zich dat voor te gaan doen, dat te gaan doen op een vierpersoonskamer? Wat je dan bereikt, is dat je een patiënt in zo'n yo-yo zet. Zo van oké, hé, hier is iemand die snapt dat ik me bij muziek kan ontspannen. Ja? En dat eigenlijk zijn muziek zeggen, nou, vertel eens, Paul, hoe is dat dan voor u? Dan vertelt u me vooral om dat lekker in mijn eigen wereld. Oké, hoe stelt u zich dat voor? Dan gaan we naar de nieuwe kamer. Dat klinkt echt fantastisch. Dan ga je echt van hier, vanuit de buik, hè, vanuit het gevoel, ga je rauw in één klap en hier. Ja. Oh, nee, voor. Weet je, en dat is je zeer zag het onze baan over, en dat zie je echt in dit. Dat deed je later nog een keertje. Ik kan het wel begrijpen dat u dat niet leuk vindt. Maar ja, aan de andere kant is het wel gezellig hoor, want dat vier personen kamer. Ja, dat neigt dan, zeg maar, vanuit de techniek naar positief herrecuperen. Maar het is in dus weer die dat hele grote gat met je creëren. Zover, we gaan aan de afronding toe werken. Wat ik je gun, en wat ik, maar goed, dat is gewoon puur wat ik je gun, ik ga dat zo tegen Bertine zeggen, je hoeft het niet over te doen. Dat is zo, je hebt voldoende leermomenten gehad. Dus, maar wat ik je gun, is dat je dit kwartaal nog een keertje oefent met gewoon een gesprek voeren met no matter who, als gewoon Tiziana. In plaats van, zeg maar, een rollenspeler die, en... Ja. Om ook zeg maar je groepsgenoten, maar voor jezelf ook te proeven dat je het wel degelijk kan. Anders dan blijf je jezelf onder druk. Overleg maar met Bertine wat je wilt, de ruimte is er. En in het ergste geval mag je het bij mij doen. Ja, nee, het gaat wel. Alleen ja, met de groep erbij en zo, het is gewoon. Die formuliertjes erbij en de. Ja, dat is gewoon een hele grote. Ja, ik had het ook niet meer in de gaten. Nee. Ja, ik denk er wel de hele tijd aan als ik in de strijd ga. Tiziana is ongeveer 5 dingen tegelijk in de gaten aan het houden. Ja, jij kijkt